Het agressief gedrag van scholieren is een samenhang van verschillende factoren die hen uiteindelijk ten nadele komt. Dit zei politiewoordvoerder Milton Kenswil aan onze redactie in reactie op het overlijden van een scholier als gevolg van een steekpartij. Kenswil meent dat het de plicht is van meerdere schakels erger te voorkomen voor de jeugd. Ik denk dat de vrije toegang tot beelden op internet die een negatieve lading, een negatieve effect op het gedrag van jongeren. Maar ook het milieu. Maar ik wil me gelijk haasten. Terwijl ik dit zo zeg, weet ik ook dat er jongeren zijn die soms niet eens toegang hebben tot die beelden. Soms misschien komen uit een goed milieu. Maar, ja, misschien de verkeerde vrienden hebben, verkeerd beïnvloed worden door vrienden. Begrijpt u? Dus ik denk dat er, een bredere discussie op gang moet komen wat het district betreft. Waarbij de inzichten van letterlijk een iedere deskundige op dit stuk van belang is. Niet alleen de politie. De politie gaat dit probleem alleen niet kunnen oplossen. Ja. Absoluut niet. De politiewoordvoerder voegt eraan toe dat samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en overige belanghebbenden cruciaal is voor het maken van beleid dat zich leent voor verbetering van de Surinaamse jeugdigen. Ja, veiligheid op de scholen, daar zou toch wel een beetje ja, die inspanning moeten komen van de zijde van het ministerie van Onderwijs. Als ook zelf de directeur, althans de leiding van de scholen, die kennelijk iets wat meer met hun neus op zaken zullen moeten zitten. Ja, en nogmaals, laat me niet verkeerd begrijpen. Het moet zoiets gaan worden als een beetje grotere controle vanuit de schoolleiding. Ja, ook vanuit de schoolleiding. We hebben de buurtmanagers die tegenwoordig vaak genoeg naar de scholen gaan om te praten met de jeugd. Zodat de jeugd afziet van het plegen van handelingen die in principe geen gevolg zullen zijn voor de toekomst van die jeugd.